ben Gijlgaard Schatjas hier in de Pokersaarsnaf met Matthias de Mulder. Matthias, goedenavond. Goedenavond. Ja, één man beide. Jij speelt momenteel ook het side-event hier vandaag. Ja, er is zo'n 1000 euro side-event. Er doen eigenlijk niet zo heel veel mannen mee. Het is maar een 60, 65 man. Maar ja, dat betekent ook dat het al niet zo lang kan duren. Iets meer kans om te winnen, wat over dat wel wordt. Ja, ik weet ook dat Marcel meespeelt. Pierre de Ville ook. Ik heb Marcel gezien, ik heb Pierre gezien. Marcel kwam een beetje later. Maar overal veel van die regulars eigenlijk hier, van die casino-namenspelers die hier dag in dag uit zitten. Dus op zich, zo moeilijk zal het wel niet zijn. Dat zullen we wel zien. Ik zie hier boven ons een prachtige portretfoto van jou. Ik heb gehoord dat je daar niet echt... het is niet echt jouw ding. Of... Bah, ik weet niet, toen die foto's genomen waren, hadden we maar een paar uur slapen. Ik geloof dat op een maandagochtend was, na een lange zondagnacht. Ja. En blijkbaar werken die mensen dus niet s'avonds om 6-7 uur, dus dat moest middags. Dus die zien er ietsje minder uit. Ze hebben die nu blijkbaar ook in de cash game hall gangen. Dus nu staan we er een beetje, ik voel me eigenlijk een beetje een aap nu, iedereen er zo bekijkt. Maar al wel, ik vind ze echt wel heel, heel mooi. Heel geslaagd, heel puur, heel sober. Be proud of it. Het is een junk, maar ja. Oké, ça va. Zeg, ik heb een andere vraag voor jou. Als jij nu een ultimate bankroll zou hebben, totaal no limit, welk event zou je sowieso op jouw agenda staan? Maar ik zou sowieso dan elk groot toernooi wereldwijd spelen. En ik heb ook gehoord dat ze van plan zijn misschien een toernooi te spelen waarvan de buy-in $250.000 zou zijn. $250.000. Gewoon om in te kopen. Er is een gerucht dat georganiseerd zou gaan worden. Dus moest ik die ultimate bankroll hebben, dan dat er sowieso bij zijn. Maar dan waarschijnlijk gewoon zelf toernooien organiseren en van een paar miljoen euro. Als het toch oneindig is, waarom ook niet? Ja, en dag in dag uit de grote cashgame spelen op PokerStars. Ja, uiteraard. En met, dat vroeg ik mij eigenlijk ook af, met welke soort stack speel je graag? Kleine buy-ins of net niet? Of speelt dat eigenlijk geen verschil voor jou? Want sommige spelers vinden eigenlijk... Welke buy-in ik het liefst speel? Het hangt er een beetje vanaf. Soms zijn die grote buy-in toernooien wel een stuk zwaarder, een stuk heftiger. Veel meer pro's, veel meer betere spelers. Terwijl als je tussen de 1000 en 2000 gaat in Europa, dan zit het eigenlijk wel vrij goed. Dan heb je nog altijd wel een hele hoop vissen die je dan al kunt slagen. Dus het hangt er een beetje vanaf. Je speelt ook graag met goede spelers, want dan maakt het een beetje meer zin en dan snapt een beetje meer wat er aan de hand is. Maar ja, dus ik speel natuurlijk ook graag tegen de clowns die er niet van snappen. Dus voor mij is het allemaal wel oké. Oké, super. Het is niet dat er meer stress bij komt kijken als groter, maar ik heb ondertussen wel een stuk van de die gespeeld, dus voor mij maakt het eigenlijk zo. Oké, dankjewel Matthias. Ik wens je altijd nog toch veel succes voor jouw side event. Het zou wel tof zijn als je die zou halen. Eindelijk eens keer iets meer. Oké, samen. Dit was de Gijlgaard Schatjas hier met Matthias in de Pokersaars Lounge.